Barendrecht met Tim. Goedemiddag. Hoor je mij wel goed? Moet ik een beetje hard praten? Oké. We hebben weer een nieuwe video. Ik had met Patrick afgesproken allebei in gewoon normale kleding te komen. Helaas. Je ziet, het is goed gelukt. Maar we hebben een nieuwe auto gekocht. Tenminste, we. Jij hebt helemaal wat geld. Ja, daar gaat iemand op rijden. Jij waarschijnlijk niet. Maar dat gaan we zien. Maar fijn, we hebben een Falcon gekocht. Tenminste, ja. De auto is een Mercedes. Maar de opbouw is bij Falcon. En ik denk dat het wel leuk is om dat eens een keer te bekijken. Ja, we gaan even kijken hoe een taco-auto wordt gebouwd. Ja, dus laten we er weer aan. En hoe die Barend echt proef is. Ja, dat moet wel. Kom, we gaan er binnen. Dank u. Hartstikke. Je wil ervoor gaan, hè? Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hallo. Hoi. Tim. Ties. Jullie kennen elkaar al. Ja, wij kennen elkaar al, ja. Ja. Ah, fijn, wij hebben net buiten verteld, wij hebben een auto bij jou gekocht. Klopt. En ik denk dat het wel leuk is om te laten zien wat jij allemaal precies hebt. Ja, dan ga ik even laten zien hoe wij het hier allemaal maken bij Falcon. Hoe we de bergingsauto's opbouwen van helemaal niks tot een complete bergingstruc. Ja, want daar zit denk ik wel een hoop techniek en een hoop werk in. Er zit heel veel techniek en werk in, dat klopt. En er gaan ook heel wat processen aan vooraf voordat zo'n auto helemaal glimmert terwijl die buiten klaar staat. Dus, voordat we naar binnen gaan, gelijk een leuke vraag waar de mensen even over na kunnen denken. Hoeveel uur duurt het bij een normale taco-auto, gewoon een tweelader, van begin tot eind? Hoeveel manuur zit er daarin hier? Ongeveer 160 tot 200. Dat is serieus, dat is 5 werkweken. Ja. Voor een auto klaar is. Ja, met één man, hè? Met één man, ja. Nou, je kan er ook 2 tegelijk aan zetten. Tuurlijk, maar het is een hoop werk. Ja. Zo, ook werk. Nou, kom, we gaan kijken. Ja, we gaan even kijken. Wij gaan. Oh, verklaart die prijs, doe je. Ik ben echt een gier, jongen. Tadaa. Oh, kijk hier uit. Zo, komen we al gelijk goed binnen, hè? Kijk, dit is hem gelijk. Dit is gelijk de grootste auto die we hebben, het grootste systeem die we bouwen. Dit is de allergrootste. Deze is niet groter. Nee, vooralsnog is er geen groter systeem. Die we opbouwen. Eigenlijk moet je het zo zien. Je hebt, in de bergingswereld heb je hoofdzakelijk 2 verschillende typen opbouwen. Mm-hmm. Je hebt plateauvoertuigen, ja. Dus gewoon de bak, laten we zeggen, zoals die in de vaktermen genoemd wordt. Of een wrekker of een takelwagen. Dus op een wrekker zit geen plateau, dus kun je geen auto bovenop zetten. Die kun je alleen mee slepen, mee lieren, mee takelen. Mm-hmm. En een plateau kun je een auto bovenop zetten. En soms met een lift is ook nog een auto achterhangen. Dat zijn eigenlijk de 2 hoofdcategorieën die je hebt. Nou, wij bouwen dus plateaus en wrekkers. En bij de wrekkers heb je dus ook nog een model, wij noemen dat de rotator. Die heeft dus een bergingsarm, zoals elke wrekker heeft. Mm-hmm. En die heeft ook een roterende kraan, een bergingskraan. Yeah. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. En is dan ook gelijk het zwaarste model. Dat zie je volgens mij voornamelijk in het buitenland. In Nederland wordt dat niet heel veel gebruikt, of wel? In Nederland rijden ze ook. Yeah. Kollewijn en Vreugdeel, mm-hmm. Die hebben allebei ook een Falcon Rotator rondrijden. Dus ze zijn er wel. En dit is ook, deze blijft ook in Nederland. Oké. Okay. Dit is deze van Gerrit uit Tiel, dus die blijft ook in de city. Dik. En dit is de eerste eigenlijk van het zwaardere model. Zullen we naar de andere kant lopen, dan kunnen jullie die arm zien. Dat is echt absurd. Oh, hij is nu naar beneden. Hier kun je gelijk al een beetje een kijkje nemen in het systeem. Dit zijn eigenlijk de voorpoten. En dit is ook gelijk het grote verschil tussen je hebt de VAR 90 en je hebt de VAR 65. Dat zijn eigenlijk de 2 types die we hebben. Dus de VAR 90 dus is het grootste model. Mm-hmm. Die heeft meer capaciteit, is wat groter, wat zwaarder. Kan langer uitschuiven. Yeah. Dus uiteindelijk moet hij dus ook wat stabieler staan. Daar zorgt deze steunpoten zorgen daarvoor. Want hoeveel ton kan die kraan hebben? We hebben hem laatst getest met 18 ton op 10 meter. 18 ton op 10 meter, ja. Dat is wel serieus. Nou. En wat mij ook gelijk opvalt, hier is een lier op de steunpoot. Ja,
Klopt, ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Dat heb ja. ik zelf nog niet eerder gezien. Nee, dat zie je eigenlijk niet vaak. Dat kan met dit type steunpoten kan dat, want je hebt dus wat meer ruimte ervoor. Ja. De poten lenen zich er ook voor door het type poten. Dit zijn draaipoten. Ja. Ook iets vrij unieks. Ja. Meestal zijn schuifpoten. Ja, zijn vaak schuifpoten. Door deze poten kun je dus verder uitschuiven. Ja. En dat komt weer ten gunste van je stabiliteit van het geheel. Die schuifpoten die worden vaak onder de auto gemaakt, onder het chassis. Ja. En die kunnen ook wat minder ver uitschuiven. Dus deze kan wat breder afstempelen. Gaat wel ten koste van wat kastruimte. Anders kun je hier nog kasten maken. Maar mm-hmm. nou, dat gaat bij deze niet. Dus dat is weer het voordeel van de kleinere rotator die een schuifpoot hebt. Die staat zo meteen hiernaast. Dus daar kan ik zo meteen nog wel iets over laten zien. Voor de mensen die de video met Brutus hebben gezien. Daar had je natuurlijk ook die kraan. Nou, deze kolom is nog groter. Ja. Dat is echt bizar. En een flinke lepel. Ja, ook nog een lepel, ja. Oh, en de kasten zijn al voor ingericht. Ja, de kassen die, nou, deze auto is bijna klaar. We zijn nu met de laatste puntjes bezig. Ja. Dus de kassenrichting wordt gedaan. VDZ zet erin om auto's af te slepen, vrachtwagens af te slepen. En alles moet tiptop afgewerkt worden. Nou, het ziet er inderdaad ook wel echt netjes uit. Alles klopt. Mooi spul. Ja, zeg maar, vorige keer hebben jullie natuurlijk bij Brutus hebben jullie uitleg gegeven samen met Tom over wat er allemaal zo'n auto zit en zo. En zo wordt hij dan natuurlijk geleverd. En daarna ga je mijn eigen smaak, denk ik, volgooien. Ja. Want ja. Leggen die mensen die opdracht bij jou neer, zeg maar de koper, van we willen dit in de kast? Hè? Dat verschil. Wij kunnen het allemaal, wij kunnen gewoon compleet helemaal inrichten, de kast zoals de klant het wil hebben. Ja. In dit geval, de klant is, komt ook uit Tiel, dus het is, die komt hier bijna dagelijks voorbij om even te kijken. Nou, ja, en die zegt van ik wil in die kast, wil ik bijvoorbeeld het VDZ set hebben, ik wil op die manier ingericht hebben, ik wil zwarte matjes onderin hebben. Nou, dan kunnen wij dat allemaal regelen om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. En dat is ook wel iets wat een van onze sterke punten is, om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat die klant uiteindelijk de auto op komt halen. Desnoods de stickers er al op zitten, dat alles klaar is, dat die klant gelijk aan het eind van de straat zijn eerste klus al kan gaan doen. Ja, dat is wel mooi. Dat is natuurlijk het volledige pakket kan leveren. Dat is wel, Hebben wij dat ook, Patrick? Krijgen wij ook, wordt onze auto ook volledig ingericht? De kleine auto? Ja. Volledig. Ja? Ja, tuurlijk. Daar kunnen we gelijk mee aan de slag. Ja, mooi. Ja. Op de terugweg kunnen we je op de A15 dan onderweg naar huis gelijk meenemen. Nee, want we hebben nog één ding niet dan volgens mij. Wat dan? Volgens mij moet ik hem nog in het systeem daarna zetten, anders mag hij voor Rijkswaterstaat niet werken. Oh. Dat is altijd het laatste puntje. Ja. Maar voor de rest gewoon gelijk werkbaar. Ja, Dolly is alles zit erop ook. En het fijne is denk ik wel de korte lijn. Hè? Het is even lang wat hij net zegt met Gerritsen natuurlijk. Dat hebben wij net zo goed. We kunnen even bellen, we willen het liefst zo. Dan wordt het zo. Wij hebben ook de Barendrecht saus over onze auto. Ja. Maar misschien wel leuk bij een plateauwagen als ze meteen wat laten zien. Ja. Want dat is bij ons specifiek anders dan bij een ander, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. En dat is ook een beetje dat is eigenlijk wat Falcom zo sterk maakt, is dat wij klantspecifieke voertuigen bouwen, gewoon helemaal naar klantwens. Dus wat de klant wil, dat gaan wij best wel ver in mee. We geven daar ook advies in. We hebben natuurlijk een hoop auto's die we hier bouwen. Ja, als er iemand kennis van heeft hoe je het beste in kan richten, is dat natuurlijk jullie. Ja, en uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de kennis van de bergers nodig, want die werken ermee. Maar we hebben wel heel veel voorbeelden en heel veel auto's al gebouwd. We hebben een grote historie als het gaat om verschillende varianten. Ja, stel, ik kom helemaal blanco binnen. Ik ben Tim, ik wil een tankauto. En dan dit wil ik ermee gaan doen. Dan kan jij natuurlijk zeggen, dan moet je dit hebben en dan moet je het zo hebben. En dan volledig ingericht eigenlijk naar smaak. Kan jij hem zo aanbevelen? Ja, klopt. Ja. Dat is wel, als je zulke kennis in huis hebt, is natuurlijk perfect. Ja, en eigenlijk is dit waar we nu in lopen, de werkplaats, is eigenlijk onze showroom. Want hier staan alle auto's die op dit moment het opbouwen zijn. Dus hier kunnen we ook vaak dingen makkelijk laten zien aan onze klanten. Kijk, jullie zien natuurlijk nu pas hoe groot dit is. Maar dit is allemaal al besteld. Dit is niet dat jullie uit voorraad leveren, dit is allemaal besteld werk. Ja. Okay. We hebben momenteel zo gewerkt dat we eigenlijk dat het niet mogelijk is om heel veel op voorraad te bouwen. Nee. We proberen het wel. Als we ergens een gaatje hebben, dan bouwen we een voorraadauto. Mm-hmm. En die is meestal ook gelijk weer verkocht. Gelijk weer verkocht. Ja. Omdat iedereen is dat schreeuwen om auto. Ja, klopt. Ja. Maar momenteel hebben we zo gewerkt dat alles wat hier staat verkocht is. Het is nu iets rustiger omdat het nu vakantietijd is. Dus kerst en oud en nieuw momenteel. Ja, de dag dat dit wordt opgenomen is één dag na kerst. Dus het is weinig werk. Niet normaal. Ja, niet normaal. Wat mij gelijk opvalt is dit. Dit onze Lubas. Dat is voor mij precies hetzelfde. Identiek. Ja, toch? Ja. Ik vind dit echt een mooie opbouw. Ook iedereen is helemaal verliefd op Brutus door die kraan. Maar ik weet niet, voor het oog vind ik Lubas zoveel mooier. Ja, mis je wel die kraan, moet ik zeggen. Ik vind dit toch ook wel mooi, hoor.
gelukkig. Ja, het is natuurlijk een verschil. Kijk, Brutus is natuurlijk log en lomp en groot. En daardoor ook alweer heeft het wel weer wat. En Lubas de Volvo, die is weer netjes afgewerkt. En dat is weer een stukje design. Echt een mooi ding. Ja. Ja. Als je ermee werkt, Tim, wat jij natuurlijk niet doet. Nee, dan merk je wel dat Brutus lekker ligt, omdat die kraan lekker voorop zit te passen. Ja. Ja. En dat heb je bij die betere gewichtsverdeling. Ja, heb je dat niet zo, want die zit natuurlijk al gauw zo. Zeg. Ja. Maar dit wordt dus helemaal compleet afgebouwd en dan is het in principe met die grote kraan hierboven is het zo op het chassis. Ja, eigenlijk kijk, voor de volgorde zouden we misschien eens een andere auto moeten laten zien, maar er komt een kaal chassis bij ons binnen. Ja. Dus dat is gewoon cabine, chassis, parasset eronder, zo komt hij bij ons binnen. Nieuw vanaf de fabriek. We bouwen eigenlijk nog alleen op nieuwe voertuigen binnen, soms eens een keer jong gebruikt. Dat kan toch nog niet staan, want dan lopen we er heen, denk ik. Want dan, dan hebben we er beeld bij. Staat hij binnen ook? Ja. En nu altijd in de weg, jij Pet. Ik zie hier een kaalchassis. Ja. Met een opvallende kleur cabine. Die is denk ik niet voor Nederland. Die is voor de Blokker. Nee, die geintje. Die is voor Engeland. Dit is een, nou ja. Hier is al wel iets aan gewerkt aan deze auto. Ja. Maar dit is dus een driejasser voor Engeland. En hier gaan wij dus een rekkensysteem op maken. Dat is eigenlijk net zoals jullie Lubas hebben, laten we zeggen. Zo'n soort systeem komt erop. Ja. Dus er komt hier een kaalsysie komt binnen. Die is gewoon nog allemaal origineel. Soms moeten wij hem een stuk inkorten. Normaal gesproken korten we hem dus achteras in. Mm-hmm. Om zo kort mogelijk op te bouwen op de achteras. We maken schetsplaten tegen het chassis aan, dat kun je hier ook zien, die schetsplaten. En op die schetsplaten gaan we het bergingssysteem plaatsen, die we dan weer aan de schetsplaten vastlassen. Okay. Want we lassen niks aan het chassis, maar we bouwen dus platen tegen het chassis waar we vervolgens weer aan gaan lassen. Okay. Dus het chassis wordt eerst helemaal voorbereid, dus dat is eigenlijk wat er nu in deze fase gebeurt. Ja. Dus het inkorten, wat luchtketels verplaatsen, componenten van de truck verplaatsen we indien nodig, de schetsplaten tegenaan. Dan komt het frame binnen en dat frame eigenlijk zoals wij het dus erop gaan plaatsen. Misschien goed om te weten, we hebben eigen engineering, dus we tekenen alles zelf uit. Dus de klant die kan echt elk dingetje zelf bepalen. Als je zegt ik wil ergens een extra gaatje bij hebben, krijgt een extra gaatje. Okay. Maar de productie van het zoals het bergingssysteem of de kasten bijvoorbeeld, dat doen we allemaal uitbesteden. Want als we dat allemaal hier nog moeten doen, dan hebben we nog veel meer ruimte nodig en nog veel meer mensen nodig en machines. Dus dat is niet te doen. Dus dat besteden we uit. Dat komt hier bij ons binnen als gelast en wel in elkaar. Dan zetten wij het op het chassis, het frame, lassen we het af en dan gaan we alles hydraulisch aansluiten. We hebben verschillende monteurs. Sommige monteurs hebben hun eigen specialiteiten, maar we hebben ook heel veel allround monteurs. Okay. En dat is in deze tijd natuurlijk best wel lastig om goede allround monteurs te vinden. Ja. Want die worden gewoon steeds schaarser en je moet gewoon heel veel kunnen. Mm-hmm. Dus mocht er een goede allround monteur kijken, dan kunnen die altijd een keer op onze website kijken en solliciteren, want er is nog best wel veel vraag naar. Dus, lijkt het je tof en om in zo'n grote en schone, want dat valt mij ook op, werkplaats te werken, kijk even op de website. In de buurt van Tiel. Ja. Even een vraagje dan. Als je dan monteur bent, hè, moet je dan een auto van A tot Z helemaal inbouwen? Nee. Als je eenmaal in je werk bent? Dat hoeft niet. We hebben monteurs die doen gewoon hun eigen stuk. Dus sommige auto's die knippen op in meerdere stukken. Ja. Dus iemand doet de voorbereiding, iemand doet elektra, iemand doet het plateau voorbereiden en alles uiteindelijk weer samenvoegen. Maar er zijn ook monteurs die alles van A tot Z bouwen. Het ligt er een beetje aan wat de monteur leuk vindt, of wat hij kan. Of vrij rijden dus eigenlijk. Ja, dat doen we in goed overleg bepalen van nee, in welk, wat kun je al, wat wil je en waar pas je het beste. En daar proberen we iemand neer te zetten. Nou, niks voor jou Tim. Nee joh, ik heb twee linkerklauwen, ik ken het al, ik klap ook zo, ik ken het allemaal niet joh. Het rode wat je hier ziet, dat is eigenlijk het systeem zoals die bij ons aankomt. Dus dan is die al gelast en wel. Wij doen hem verder assembleren. Dus we maken de cilinders ertussen, hydrauliek, luchtketels die normaal op het chassis zitten, die verplaatsen we naar een betere locatie. En de zijkanten van het chassis halen we zoveel mogelijk weg om eigenlijk meer kastruimte te creëren. Die komen straks weer de kast op. Deze steunen die je hier ziet, die komen straks de kasten weer op te staan. Dus die dingen die we daar los zagen staan, dat komt hier gewoon op? Ja, dat wordt hier los opgezet. Okay. Of los niet, maar dat wordt hier opgezet en gemonteerd. Zoals hij er nu bij staat, staat hij klaar voor de spuiter. We hebben hier een klein ventielenblokje staan met wat slangen. Dat ligt allemaal een beetje zo, maar dat is puur voor de spuiter.
zodat hij alles kan bedienen, alles kan bewegen. Ja. En eigenlijk het hele systeem, zoals hij hier nu staat, platen, alles wordt nog een keer helemaal overgespoten. Yo. En als hij dan terugkomt, dan gaat het ventielblok er weer af, deze slangen gaan eraf, dit blijft zitten. Het moet er gewoon netjes uitzien. Je merkt ook vaak ja, bij dit type voertuig, ja, het is niet zo dat je die voor een paar jaar koopt, dan kopen we de lange termijn. Ja. Er zit een hoop geld in, dus afwerking is heel belangrijk voor ons. Je ziet, wij bouwen voor verschillende landen, best veel verschillende landen. En het systeem in de basis, nou, het lijkt allemaal op elkaar, maar zie je toch dat elk land wel weer een beetje zijn eigen manier van werken heeft. Manier van werken heeft en zijn eigen type voertuig ook hebben wij weer opbouwen. Ja, deze gaan in Engeland hebben vaak lange wielbasis, vaak 3 assen in plaats van 4 assen. Ga je naar Zwitserland of Noorwegen, die zijn vaak juist weer wat korter. Ja? Ja, ja voor in de bergen en dat een beetje allemaal een beetje wendbaar is. Die kunnen niet met die grote slagschepen rijden. En hun bestellen denk ik ook de sterkste auto's over het algemeen. Vaak wel, ja. Het mag ook allemaal net wat meer kosten. Ja, want daar liggen ze op je kant en in het ijs. En, ja, dus daar gaan vaak wel een hoop opties op die auto's, ja. Hebben we iets van een plateau? Ja. Want dat hebben we gekocht in verlofrekening. Ja. Wat, hebben we deze nog een stap verder? Want jij gaat veel te snel, man. Ja, sorry. Ja. We hebben deze nog een stap verder. Dan lopen we eventjes weer naar die auto. En we gaan weer terug. Dat is denk ik deze dan? Ja, klopt. En zoals deze erbij staat, is hij terug van de spuiter. En wat je nu ziet, is dat die platen zijn nu weer netjes in de kleur gespoten. De luchtketeltjes zijn gespoten in de kleur. Dus eigenlijk, je ziet ook wel een klein beetje het verschil in de glansgraad. Dus zoals deze hier nu staat, is hij dus terug van de spuiter. Die moet aan de spuiter, deze terug van de spuiter. Nou, dan wordt er dus ook een grote ventielblok opgezet om alle functies te kunnen bedienen. En op deze auto, deze heeft ook weer een extra poten, wat je hier ziet. Dit zie je ook niet heel veel in Nederland, of eigenlijk bijna nooit. Nee, ik weet niet eens waar ik naar kijk eigenlijk. Dit zijn stempelpoten, wij noemen ze spiderpoten. Die kunnen uitschuiven, dus zorgt voor meer stabiliteit. En die heeft ook weer lieren daar bovenop zitten. Je ziet daar die lieren. Hier zit een verschuivbare steun op. En in die steun komt weer een kraankop, een soort poelie, laten we zeggen. Mm-hmm. Om dus weer, nou ja... Om een hoek te kunnen lieren. Oké. Ja, dus met deze. Maar je kan dus. Erbij. Je hebt altijd dezelfde hoek met uitschuiven op deze manier. Je kan hem niet nog korter. Nee, hij schuift gewoon uit. En eigenlijk is dat gewoon een vast punt. Ja. Dat schuift uit. Zorgt ervoor dat je betere stabiliteit hebt. En met deze kun je dus wel je lierkop verplaatsen. En je kunt dus hier en aan de achterkant tegelijk lieren. Ja, daar was ik ook zo versteld over die capaciteit van die lieren. Dat zijn zulke... Dat zijn 20 ton per lier meestal. 24 ton. Dit zijn 2 24 tons lieren. En dit is een 24 of een 30 tons lier. En dat zijn 2 15 tons lieren. Dus deze heeft gewoon 5 lieren? Ja, deze heeft 5 lieren, ja. Ja. Daar kan je een Boeing mee van de landbaan aftrekken, man. Dat is niet normaal. Ja. Dus, maar dit is dus één stap verder als wat we net hebben gezien. Ja, je ziet hier ook al de trillingsdempers op gemonteerd zijn. Hier worden later dus weer die aluminium kastenwand opgezet. Nou, nu staan de kassen er nog niet op, dus nu kan de monteur makkelijk met zijn hydrauliek, met zijn elektra, alles kan die nog... Bij. Ja, die kan er nog goed bij. En die kan, gaat er net helemaal voorbereiden. Nou, in de tussentijd zijn de kasten... worden bijna altijd van aluminium gemaakt. Ja, dat is lekker licht. Besparing. Ja, klopt. Die krijgen een behandeling, een KTL-behandeling. Dat is een soort methode dat ze eigenlijk in heel veel verschillende baden gaan. Een stuk of 10 verschillende baden. Oké. Dus het kan overal goed tussen, omdat het in een bad is. Ja. Daarna worden ze gepoederkoot en daarna worden ze gespoten. Oké. En dat is eigenlijk zoals ze daar staan. Dan worden de kasten losgeassembleerd, dus de lampen erin, alles aangesloten, steunen erin. Uiteindelijk worden de kasten op deze steunen gemonteerd. En dan de afwerking. Dus de deuren erin hangen, sierlijstjes erop, lampjes. En wordt dan bijvoorbeeld, dat schiet mij nu te binnen, een auto die naar Scandinavië gaat anders behandeld qua coating en alles dan eentje die in Nederland rijdt? Nee, allemaal hetzelfde. Want eigenlijk daar hebben ze veel meer te maken met pekel en extreme kou en weet ik wat allemaal. Ja. Maar de auto's in Nederland worden gewoon eigenlijk ook op een wijze behandeld dat ze ook in Scandinavië zouden kunnen rijden. Oké. Ja, en die behandeling wordt ook steeds beter. Kijk, als je een auto van 10 jaar terugpakt, die had een andere behandeling als nu. Ja. Maar dat gaat allemaal door. Dat gaat allemaal steeds door. Beter ontwikkeld. Ja, dus daar zit geen verschil in. Waar wel bijvoorbeeld verschil in zit, is bijvoorbeeld de olie. In Scandinavië hebben ze een ander type olie, dunner olie voor de hydrauliek. Dat soort dingetjes heb je wel. En ook andere opties die gekozen worden die hier niet gekozen worden. Maar voor de rest, qua behandelingen, is alles gewoon hetzelfde. En
als ik nou hier in de rondte kijk, ik bedoel, daar staan we bij een DAF en net al een Scania daar staan. Ja. Maakt dat nog uit voor jullie? Nee. Het maakt niet uit wat voor auto je in de binnenrijden. Als het maar een, paar liggers heeft waar wij op kunnen gaan schroeven, dan is het voor ons goed. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, nee, dat maakt voor ons front niet uit. We bouwen op elk merk. En wij adviseren er wel in. Dus we zeggen wel van oké, voor een bepaald type opbouw, nou ja, dan kun je dat type voertuig kiezen. Of dat type voertuig, of dat heeft dat voordeel, dat type voertuig heeft dat voordeel. Daar proberen we wel advies in te geven. Maar uiteindelijk is het dan de klant zelf. Ja, wat voor auto die wil. Ja, precies. Ja. Als jij natuurlijk hele zware vrekken wil, een DAF heb geloof ik niet zoveel vermogen als bijvoorbeeld de Scania. Daar zal wel verschil in zitten. Ja, nou, op zich het vermogen, maar het zit hem vaak ook in de aslassen bijvoorbeeld. Bepaalde auto's kunnen zwaardere aslassen als andere auto's. Ja, ja, ja. Dus, oké. Okay. Dat, als je naar het kleinere spul gaat kijken, bijvoorbeeld de lichte plateaus, lichte vrekkers, ja, daar zit. Ja, je hebt bijvoorbeeld Iveco, die heeft dan een heel goed chassis ervoor. Ja, dus eigenlijk een vrachtwagen chassis. Ja. Ga je naar andere merken die in dezelfde gewichtsklasse zitten, die hebben toch een chassis wat meer bedoeld is voor busjes eigenlijk als voor een opbouw. Dus ja. Ja. Dan is voor ons het makkelijker om een Iveco te adviseren, omdat je daar wat makkelijker kunt opbouwen. Die hebben eigenlijk een vrachtwagen chassis. Ja. Okay. Maar uiteindelijk is het dan de klant. Ja, precies. Jij zegt dit wil ik, dan wordt dat gewoon geregeld. Ja, maar goed, uiteindelijk, ja, de klant die kan dus ook gewoon zelf zeggen van oké, maar wij hebben heel veel werk voor bijvoorbeeld de Mercedes. Dus wij willen een Mercedes. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja, ja. Die moet natuurlijk ook een eigen klantentevriend weer houden. Dus, ja. Oké, helemaal niet over nagedacht. Ik denk alleen maar praktisch, joh, maar dat is natuurlijk ook een groot aspect. Ja. Houden wij daar nog rekening mee? Nee? Nee, wij kopen echt. Wij hebben wel veel Mercedes. Ja. Dan komen wij ze vaak bij Falcon kopen als ze al klaar zijn. Oh ja. Want wij hebben dus opeens. De showroom modellen. Oh, dan denken we, potjandori, we moeten nog een auto hebben. Dus gaan we een rondje bellen en dan kom ik bij Ties uit. En dan zeg ik, heb jij nog wat staan? Vaak een Mercedes. Ja, ik heb nog wat staan. Oké, verkocht. Ja. Zo makkelijk gaat het, hebben die Patrick. Zo makkelijk gaat het met Patrick. Ja, soms wel. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik zou Patrick echt niet als klant willen. Dat schijnt eigenlijk dat ik een hele leuke klant ben. Jawel, gaat prima. Ja. Prima. Ja, als ik net de auto verkocht, tuurlijk zeg. Ook een Mercedes. Ja. Ook een Mercedes. Dit zijn eigenlijk de kasten. Dus zo'n kasten zoals ze hier staan, dan maken we even het stukje van de rekkers af, de zware rekkers. Ja. Deze komen zo terug bij de spuiter. Deze is nog helemaal niet ingericht, dit is echt net terug. Ja, dit is net terug. De tape zit hier nog. Zit er nog op. Oh, zo. Ik denk hij drukt heel de ding kapot. Maar. Nee, dat is allemaal afplaktape om geen nevel in de kassen te krijgen. Okay. En deze heeft dus al heel veel behandelingen gehad. Het is gewoon aluminium. Ja. Ze komen als onbehandeld aluminium kassen komen ze bij ons aan. Dan passen ze altijd even op de auto. Soms moet er nog een keer ronding van de spanbordnetjes meegemaakt worden. Of er moet nog even wat kleine aanpassingen aangebracht worden. Een gas voor de dieseltank of dat soort dingen. Ja. En dan gaan ze dus met de vrachtwagen weer naar Duitsland voor die KTL-behandeling. Worden ze gepoedercoat. Ze worden dus van binnen en buiten uiteindelijk nog gepoedercoat in deze kleur. Maar dit ziet eruit als een grondlaag. Nee, die grondlaag die heeft hij al gehad. Dus die KTL, alles heeft hij al gehad. Okay. En daarna wordt het dus nog gepoedercoat. En dat is gewoon een dikke laag waar. Met een lichte kleur, zodat ook in het donker dat je goed met de lampje erbij kan zien wat er allemaal in je kast zit. De buitenkant is ook helemaal een poedercoat en dat is dus gelijk weer je basis om uiteindelijk weer op strak te maken en te spuiten. Maar dit is van aluminium. Weet je toevallig hoeveel dit weegt om erop te zetten? Nee, ik zou het me ook niet zeggen. Nee, oké. Okay. Wat weegt de kast? Nee, maakt het niet uit. Zo komt het dus binnen van de spuiterij. Ja. Zo komt het binnen van de spuiterij en dan beginnen ze met het assembleren. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja, dit is waar we net waren, wat ik zei, het lijkt op Blue Bas. Ja. Hier zit dan alles netjes op. Ja, nou, we doen hier netjes een papiertje in tegen het beschadigen, zodat wij het hier niet beschadigen. Ja. Hier kun je denk ik wel goed zien. Hier wordt een goot in gemaakt, stalen goot. Dat zie je natuurlijk niet, maar hier binnen, ik weet niet of jij dat kan zien. Hier binnen loopt dan die goot met daarin de kabels en nog lampen voor in de kast. En hier buiten, natuurlijk, dat vind ik altijd mooi, jongen. Als er zo'n vrek ergens staat langs snelweg en die is dan aan het werk, dat je al die lampen aan de zijkant aanziet, dat vind ik echt tof. Ja, dat is mooi gezicht. Ja. Ja, dat is mooi, maar het is ook vooral voor de berg natuurlijk ook belangrijk dat die goed licht is echt belangrijk. Ja.
Dus dit is de assemblage van de kast. En als de kassen zover zijn, dus alles elektra is aangesloten, dan gaan de kassen worden dus opgepakt met de bovenloopkraan. En die worden dus op de installatie gezet. Ja, ik zag hier die ogen nog zitten net ergens. Of was dat bij deze? Ja, de ogen ja, op te hijsen. Ja. Dus dat is zeg maar elke stap van een vrekker hebben we dan nu? Ja, eigenlijk wel. Dus dan gaan de kassen erop. En dan, deze is dan eigenlijk al bijna klaar. Dus het is ook weer zo'n rotator. Dit is van het kleinere broertje van die Scania, die gele. Toch vind ik rood ook echt mooi hoor. Wat is dit nou? Einde pauze. Ja. Net zo vroeg op school. Schoolbel. Ja. Jongens. Praktisch hè? Ja. Moeten we ook eens doen, Tim. Ja, alsof dat nut hebben was. Ik bel nooit om. Nou, wat er dan nog moet gebeuren, is alles nog afwerken. De deuren moeten er nog in gehangen worden. Ja. De deuren worden ook altijd los geassembleerd. Ja, dus hier zit ook weer een hoop werk in. Slotjes, centraal deurvergrendeling die erop gemaakt wordt. Soms ook nog verlichting aan de binnenkant, een gasveertje. Dat soort zaken worden ook allemaal nog opgemonteerd. Leerkabels erop, alles afstellen, testen. Spraymatten erop. Eigenlijk alle details worden dan... Worden dan afgewerkt. Ik vind het echt tof, zeg maar. Heel mooi. Nou ja, een rotator, dat is. Het voordeel van een rotator is dus dat je een kraan hebt. Waar je dus ook. Ja, uiteindelijk kun je gewoon meer bergingswerkzaamheden doen. Meer bereik. Ja, je kunt meer doen, want die kraan kun je uitschuiven. Dus je kunt ergens. Aan het eind van je af kun je nog gewoon een auto overeind zetten. En dat is met een normale bergen wat minder makkelijk. Ja, dan moet je je auto gewoon verzetten en hiermee kan je de kraan. Of een ijskraan inhuren. Of een kraan inhuren. Ja. Ja. Ja? Ja. Ik ben natuurlijk niet altijd bij. Maar... Het nadeel is van de rotator ten opzichte van de normale vrekker, het is wat zwaarder, het is wat duurder. Je hebt wat minder kastruimte, wat je hier ziet. En dit is eigenlijk één lange lage kast. En hier zie je nog dat die kasten best wel hoog zijn. Ja, hier kan je er gewoon in gaan staan. Ja. Hier kan dat niet. Nee, alsnog heeft deze heel veel kastruimte hoor. Kun je nog steeds heel veel meenemen. Maar ja, met een normale zonder rotator kun je nog veel meer meenemen. Ook een hele grote auto dit wel. Voor mijn idee is die langer dan... Ik heb het idee dat hij net zo lang is. Ja, maar het is een beetje omdat je... Eigenlijk omdat je een lange lage kast hebt, is het een beetje vertekend, geeft een beetje vertekend beeld. Ja. En voor welk land is deze? Deze gaat naar Noorwegen. Noorwegen, ja. Hebben echt mooie auto's. Mooi ding. Ja. Het is geen rommel. Het ziet natuurlijk allemaal heel simpel uit. Je haalt het hendeltje over en dan gaan we bewegen. Maar dit zit er allemaal achter. Het is natuurlijk absurd. Hoeveel kabeltjes en schakelkastjes en alles daarachter zit. En dat heeft ook mee te maken omdat eigenlijk is dit een kraan. Dus ook, gewoon alle beveiligingen van een kraan zitten hier ook allemaal op. Sensoren en dat soort dingen zitten er allemaal op. Ik weet en dat moet allemaal aangestuurd worden. Dus, ik heb ooit, vroeger was ik vrachtwagenmonteur, toen heb ik 3 maanden opleiding gehad bij HIAP. Oh ja. Dus ja, daar heb je ook al die beveiligingen en alles. Ja. Maar vond ik wel echt leuk ook werk. Nou, het is ook wel mooi. De LNB, alles zit erop. Ja. Dus je kunt alles zien. Je kunt moet die kraan ook losgekeurd worden? Nee, dat was eigenlijk als een bergingskraan wordt die gekeurd. Ja, okay. Ja, echt als compleet truc wordt die gekeurd. Ja. Ja. Maar hij moet wel aan bepaalde eisen voldoen, aan bepaalde NEN-normen. Ja. Die ook weer voor kranen gelden. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat doet de TÜV allemaal keuren. Ja. Ja. En die komen bij ons ook langs toch, voor het keuren? Een paar dagen. Ja. Ja, wij hebben 28 auto's. Nee, 24. Ja, oh, vier... Komen er weer een paar bij. Hoef ik niet meer op die oude Joy. Ja. Nou, we gaan eens kijken of we wat kleins hebben voor jou hier. Ja, hier zeker ook. Zoals ik eigenlijk aan het begin al zei, je hebt dus de plateauauto's en de wrekkers. Ja. Plateauauto's heb je van klein tot groot en de wrekkers ook. Dus we hebben ook kleine wrekkers, daar komen zo meteen ook nog bij. Die hebben niet zo heel veel momenteel staan. Maar het model met plateaus wat het meest gangbaar is 5, 6 tons plateaus. En dan heb je het over de technische laadcapaciteit van het plateau. Mm-hmm. En dat zijn ook de auto's waar jullie vooral mee rijden. Ja, wij hebben ook 6 ton, toch? Over het algemeen. Tegenwoordig wel. We begonnen met 4. Ja. Ja. Maar met die Tesla's die zo zwaar zijn en dat soort dingen, die bussen natuurlijk, alles van, is 6 ton wel fijn. Tractortje af en toe. Tractortje. Dus, dus het 5, 6 tons plateaus, dat zijn wel de meest gangbare plateaus die er, tenminste, er zitten de meeste aantallen in. Ja. Maar daar zit ook een heel verschil in qua opties. Dus eigenlijk is daar geen één auto van hetzelfde bijna. Nee, want als ik het goed... daar kom ik weer bij de handje. Je hebt auto's met alleen een plateau zonder lepel. Ja. Je hebt plateauauto's, dan een plateau en een lepel. En je hebt natuurlijk 3 laders. Ja. En een,
Klopt. En heb je nog meer variaties? Dat zijn wel hoofdzakelijk de varianten. Je hebt ook bijvoorbeeld nog een uitschuifplateau. Dus een plateau die ook nog een keer zichzelf kan verlengen. Ja, wat Jaap hebt, is dat, ja. Toch? Ja. Dat is echt zo'n topsysteem, ja, om mee te werken. Ja. Want heel vaak, als je een normaal plateau hebt en jij hebt bijvoorbeeld een busje die een lekke achterband hebt. Met je normale plateau zit je altijd met die trekhaakklem. Ja. Schuif je die platen uit, dan valt er een gat tussen, raak je de trekhaak nooit. Ja, dat zijn de uitschuifplaten. Maar je hebt ook dat het hele plateau kan uitschuiven. Ook kan verlengen. Ja. Nee, dat hebben wij niet. Nee. Oh, ik dacht dat je die platen. Ja, die platen die kun je zien bij die andere oranje auto die daar staat. Ja. Maar dat zijn allemaal opties eigenlijk. Dus daar zit gewoon heel veel verschil in. Die auto die hier staat, die Volvo, die heeft dus eigenlijk een dubbeldek, maar die heeft dan geen. Die heeft geen lepel. Deze heeft geen lepel. Nee. Dus deze is gemaakt voor het transport. Ja. We bouwen bergingsvoertuigen, maar er zijn ook heel veel bergingsvoertuigen die, of heel vaak, maar er worden ook bergingsvoertuigen ingezet voor transport, voor autotransport. Dus ja, want alles wat natuurlijk crasht en wat wij ophalen, moet ook een keer weer weggebracht worden. Daar heb je geen lepel voor nodig. Nee, want hier kan je dan een aanhanger achter doen of iets. Dit is een opklaarbare bumper. Die zit normaal gesproken naar beneden. Ja. En als er een aanhanger achter komt, zit hij eigenlijk in deze positie, gaat hij omhoog. En er is een kort koppel, dus je vangbekoppeling zit helemaal daaronder. Ja. En dan komt er vaak een aanhangwagen achter. Dus dan kan die twee auto's op zijn plateau meenemen en nog op de aanhangwagen nog auto's. En dan sta je nooit bij stil, maar dit soort auto's hebben we natuurlijk ook. Ja, wij werken daar nooit mee. Doe maar transport, hè? Nee, ja. Ja, weinig. Weinig, ja. Te weinig om zo'n auto... Dat is niet interessant. Nee. Ja. Die vangrail zit echt ver. Ja. En een hele lange, hoe noem je dat? Bij een lange dissel. Hebben, dissel, ja. Toch? Ja. Ja. Vaak zijn ook uitschuifbaar. Ja. Die dissels. Die zijn ook hydraulisch uitschuifbaar. En daar zitten de aansluitingen. Dus hydrauliek, elektra, duur. Maar dit is ook een nieuwe auto? Nee. Dit is, deze staat hier voor service. Ah, oké. Okay. Eigenlijk deze dat doen de plek waar we nu van staan. Ja, ja. Dus uiteindelijk, wij bouwen nieuwe auto's, maar we verlenen ook gewoon service. Auto's uit Nederland, Duitsland, België, soms als er echt iets serieus aan de hand is, grote schade bijvoorbeeld, dan komt ze ook wel eens van verder weg terug naar Tiel om het op te lossen hier. Yeah. Of we gaan met de bus naar de klant toe, maar meestal als wat aan de hand is, dan lossen we het hier op. Het hebben jullie een buitendienst ook? Ja. Okay. Ja, we hebben een reparatiemonteur die het of hier of onderweg doet. Ja. Als er buiten werk is, dan gaat hij naar buiten en anders is hij hier bezig. Okay. Het makkelijkste is om het gewoon hier te doen, omdat je hier alle spullen hebt. Je hebt de kennis, je hebt alles voor elkaar eigenlijk. Dus, maar die jongen heeft wel mooi werk. Even naar Noorwegen, even naar Duitsland. Ja. Ja, nou, dat is heel verschillend eigenlijk. De ene keer is hij de hele week bezig met een handsenders inleren of onderhoudsbeurtjes. Ja. en de volgende keer dan mag hij inderdaad een keer in Zwitserland voor een reparatie. Dus, die hebben het beste baantje van bedrijf, hoor ik alweer. Maar hij loopt er dus. Vraag het zo meteen maar aan hem. Ja, echt bizar. Ze zijn niet bij stil. Overal hoor je van, er zijn geen auto's te krijgen. Maar als ik dan zie hoeveel er hier... Ze staan allemaal hier. Ja, nou ja. Maar als je dan ziet hoeveel er wordt afgemaakt... Ja, dat is niet. Nou, deze is dus, staat dus helemaal klaar voor de lampjestocht. Voor de lampjestocht, die moet je even uitleggen. Want wij hebben het net wel gehoord, maar de mensen thuis die hebben natuurlijk geen idee. Hey, er is vanavond, altijd tussen kerst en oud nieuwe lampjestocht in de Betuwe. We mogen allerlei voertuigen meedoen, trekkers, vrachtwagens, van alles. En dat doen wij ook al mee. En gewoon allerlei grote voertuigen, helemaal verlicht met lampjes. Kan het aan? Dus, het kan aan, maar hoe? Ik heb geen idee. Je stelt altijd verkeerde vragen, jij Pet. Die, Er liggen hier heel veel draadjes. Oh, ja, dat is wel mooi hoor. Heb je niet zo'n uitvoering voor ons? Ja, speciaal voor Patrick, want die wordt nooit gezien. Dus, en ik zie ook slecht. Ja. Zo, dus deze gaat vanavond met de lampjesoptocht mee rijden. Is dus het nog voor een goed doel of zo, of gewoon voor de leuk? Gewoon voor de leuk, ja. Ja, het is gewoon een paar jongens die dat georganiseerd hebben. En, is ook wel echt leuk natuurlijk. Ja. Als je met allemaal voertuigen, met al die lampjes, zwaailampen natuurlijk nog aan en zo. Ja, nou ja, er zit hier best wel een hoop verlichting op. Die kan ik op zich wel aanzetten. Ja, nou krijgen we het. Ja, nou krijgen we even een showtje. Zoiets wordt het ook, hè? Ja? Iets kleinere cabine. Oh, die mogen niet. Maar die zitten heel vaak in die balken. Hij wordt alleen nooit aangesloten.
Nee, dat zit er niet in, normaal gesproken. Niet? Tenminste, niet, geen, wat wij bouwen, niet. Dat zit alleen voor Denemarken. Oh ja. Daar mogen ze blauwe licht hebben. En ook een sirene. Oh ja. Dus die zit er ook op, ja. Ja. En, ergens maar goed in Nederland hè, dat we dat niet hebben. Er komt zoveel verantwoording bij als je met blauw rijdt. Ja, dat gaat. Die vraag krijg ik heel vaak. Van joh, is het niet iets dat jullie ook met zwaailampen sirene gaan rijden? Maar lijkt me geen goed plan. Nee, nou ja, goed, daar ga ik niet over. Maar wij bouwen het gewoon op, wat de klant wil. En dit is eigenlijk blauw licht. En dezezelfde flitsers en dezelfde zwaaibalk kan ook oranje. Dus we drukken op een andere knop. En dan gaat hij gewoon naar oranje licht. Blauw blijft wel mooi. Tuurlijk. Het is gewoon een bedieningspaneeltje die we erin gemaakt hebben. Nou, zetten we hem op amber. En dan gaat alles amberkleurig branden. Mooie auto ook al. Alleen wel. Dit is mooi. Dat is ook wel echt een Amerikaanse sirene. Ja, er zitten meerdere tonen op, maar ik laat het allemaal niet allemaal, want dan gaat er niemand meer aan het werk. Zo, lampje uit. Zonnebril weer af. Vraag even of het Turkse fluit op zit. Ja, die hebben wij allemaal nu. Ja? Tenminste, wij allemaal, dat noemen ze de Turkse fluit. Ja. Dat kan natuurlijk niet nadoen, maar... Leuke poging. Ja, leuke poging. Iedereen bij ons op de zaak wil nou opeens de Turkse fluit. Dit kunnen we ook gewoon inbouwen, Tim. Dus dat, als je het even Patrick lief aankijkt. Ja, Pat, ik wil ook blauw. Maar dan niet voor tijdens het werk, maar gewoon s'avonds door de stad rijden of zo. Ja. En sirene, natuurlijk. Ja. Zoals met zo'n megafoon ook. Ik zal eens kijken hoeveel budget we nog over hebben. Pff, man. Nee, niks. Je hebt zoveel korting gekregen. Dat kan makkelijk wel... Ja, goede comeback, hoor het, Pat. Dit is een drielader. Dit is een drielader? Ik wil net zeggen, ik zie helemaal geen plateau. Nee, dat komt er nog op. Dus deze auto die is al best wel eind opgeschoten. Er zit hier dus een lift op. Je moet nog een bril aankomen. Ja. Ja, dus het is een deel wat uit kan schuiven, maar er komt nog een bril op. Dat heet officieel een bril. Hè? Ik noem het altijd met mijn boerenlullenverstand een lepel, maar officieel heet het een bril. Dus... Ja, dit is de lift, wat je hier ziet. En de bril wordt hier dus aangemaakt. Ja. En deze heb ook die... En deze heb uitschuifplaten, ja. 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 Auto ook voor een Nederlandse klant. Ja. Die is bijna klaar. Die wordt volgende week gekeurd. En dan is die klaar om... En wat als ze hier klaar zijn, dan moeten ze eerst nog gekeurd worden? Wij bouwen hem eerst helemaal op. En dan moet hij helemaal voldoen aan de richtlijnen voor de Nederlandse wetgeving. Maar wij doen hem RDW keuren. Ja. Net, de kentekenkeuring eigenlijk. En we doen hem TÜV keuren. Okay. En de TÜV die keurt de installatie. Dus die keurt de lieren. Of die technisch ook helemaal voldoet. De RDW die kijkt of die zo opgebouwd is dat hij de weg op mag. Dus die kijkt naar de lengte, de breedte, de verlichting. Alle wettelijke eisen waar hij aan moet voldoen om hem veilig op de weg te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk de twee verschillende keuringen die we in Nederland hebben. Dus de TÜV-keuring is de installatie. RDW-keuring is om een kenteken te zetten en om een veilige weg op te zetten. En dat kan pas als die auto klaar is. Ze kan pas in het laatste stadium. Dus de auto helemaal klaar, dus er wordt een strijping erop gedaan. Je ziet hier die reflecterende strijping. Moet erop zitten. Dat is bijvoorbeeld een eis voor de RDW. Ja. Zo heb je nog meer eisen waar het allemaal aan moet voldoen. En dan staat hij klaar voor de keuring. Dit is natuurlijk de taco-auto die jullie van mijn video's het meeste kennen. Dat zijn deze auto's, die hier werk ik altijd mee. Op het moment heb ik dan een drielader waar ik veel mee rijd. Oh ja. Maar vroeger reed ik wel altijd gewoon met een tweelader. Ja. Vind ik wel het fijnste werken. Ik vind een tweelader vind ik fijner werken dan een drielader. Ja, vooral voor de snelle klusjes waarschijnlijk. Ja, ook. En met een drielader, omdat die bobbel erin zit van het plateau wat erop zit. En als je een lage auto hebt, zit je eigenlijk altijd met die bumper. Ja, en, je oprijhoek van een tweelader is eigenlijk beter. Ja, ja precies. Ja. Klopt. Oké. Okay. Nou, dit is eigenlijk dezelfde auto die daar stond. Deze auto is ook zo goed als klaar. Ja. Vanochtend de laatste hand aangelegd en die gaat morgen gaat hij naar Denemarken. Dus samen met de andere auto. Oké. Okay. Dus als hij terug is van de lampjes tocht, dan mag hij gelijk door naar Denemarken. Ja. En hier staat een plateauauto in opbouw, ja. Denk ik, met kraan. In opbouw, met kraan. Dit is ook voor een Nederlandse klant. Ja. En hier kun je wel een klein beetje zien hoe het hele proces gaat. We komen zo nog bij andere auto's, die zijn nog
in een eerder stadium. Okay. Dus deze is al een beetje verder, maar dat maakt niet uit. We kunnen hier wel wat laten zien. Deze auto heeft een vrij zware lift, een 6 ton lift en een kraan. En vanaf een bepaalde type kraan, of een bepaalde capaciteit van de kraan of een bepaalde capaciteit van de lepel, moet je extra verstevigingen gaan aanbrengen aan je chassis. Mm-hmm. Want je chassis dat is, ja, heeft ook een bepaalde stevigheid, kan ook een bepaalde torsie aan tot een bepaalde grens. Ja. En als je een hele zware kraan op gaat zetten, ja, dan kun je je voorstellen dat het hele chassis gaat torderen en uiteindelijk misschien zelfs blijvend kan beschadigen. Dus dat wil je niet. Daar maken we een hulpchassis voor. Okay. Dat is wat je hier ziet. Het hulpchassis is eigenlijk deze kokers die op het normale chassis liggen. Dus hier zo meteen aan de andere kant komen we nog waar de hulpchassis gemaakt worden. Dus kan je het iets beter zien. Deze heeft dus een hulpchassis die ook weer netjes meegespoten is in de kleur van het chassis. Dus je ziet er zo meteen, ja, je ziet er nu bijna niks van. Nee, je ziet er eigenlijk niks van. Nee. Nou, de kisten worden opgehangen. Er worden zijafschermen gemaakt. Die zijafscherming wordt echt hier in de werkplaats gemaakt. Die moet netjes aansluiten op het spanbord. Helemaal op maat. Ja. Ja. Er worden gaatjes geboord voor de waar nog lampjes komen. Nou, deze krijgt een hele rij lampjes onderin. Dat is altijd mooi. Ja. Maar dit wordt nog in kleur gespoten ook, denk ik. Ja, ja, absoluut. Ja. Dan wordt, en dan wordt het er dan weer afgehaald? Of? Ja. Nee, dit gaat er allemaal af. Los naar de spuiter. Dus door het allemaal perfect op maat gemaakt. Daarna gaat het er weer af en dan wordt alles gespoten en dan wordt het weer opgebouwd. Misschien zien we zo meteen wel daar zien we een rek staan met gespoten delen erin. Ja. Zo gaat hij eigenlijk naar de spuiter, dus komt het ook weer terug. Dus de hydrauliek wordt allemaal aangelegd, de elektra wordt aangelegd. Uiteindelijk komen alle spullen weer terug van de spuiter. Die gaan er dan op en dan gaat het plateau er los op. Het plateau wordt altijd in een andere ruimte geassembleerd door een aparte, of niet een aparte monteur, maar een aparte afdeling. Yeah. Die altijd de plateaus moet voorbereiden. Want als elke monteur hier zijn eigen plateau moet voorbereiden, ja, dan ligt hier nog een plateau naast. Dan heb je heel veel ruimte nodig. Ja, kost heel veel ruimte. Precies. Ja. Dus op het moment dat de auto hier bijna klaar is, dan gaan ze daar starten met het plateau. Dan is het ongeveer gemiddeld, nou ja, een dag of drie werk in. Een beetje afhankelijk van wat er allemaal op het plateau zit. En als hij dan klaar is, gaat hij hierheen. Pak hem op met de bovenloopkraan en dan schuiven we hem eigenlijk zo over het keyframe heen. Dan sluiten we de schuifcilinder aan, de hydrauliek en de elektra wat nodig is. En dan, deze heb ook een onderlier, zie ik. Ja, dat klopt. Hebben wij niet, maar ik weet niet of het goed te zien is. Misschien vanaf deze hoek. Kijk, op de lepel, de bril, zit dan nog een lier. Dus dan kan je eventueel een auto die met zijn voorwielen helemaal geblokkeerd staat, kan je zo je lepel intrekken. Of heel makkelijk onder een hoek trekken. Die lier is natuurlijk veel lager. Dus dan heb je minder kans dat je bumpers beschadigd kan zetten. Ideaal, Pet. Minder schade. Ik vind dat we het moeten uitschaffen bij de volgende auto. Jullie hebben ook een Actros rijden met dezelfde kraan. Tom. Ja, die ligt blauw. Takelton. Ja. Dus T-kraan is dit, dus je hebt ze met een dubbele knikkraan. Ja. Eigenlijk die, zoals die daar staat, die hier op kraan. En dit is een T-kraan, die heeft gewoon één cilinder die hem omhoog doet. Eén cilinder het uitschuiven en een... Alleen een hef, geen knik. Nee. Eigenlijk als je niet kan kranen dit, als je wel kan kranen dat. Waarom kijk je mij dan over aan? Nee, niks. Ik heb hier op gewerkt. Hierop, hierop is echt mijn werk. Vind ik heel fijn werken. Dat is veel mooier. Ja. Hierop. Vind ik mooi. Nou, deze heb, dit is een vrij zware kraan voor dit type auto. En heeft deze dan ook weer een geen steunpoot die naar beneden gaat, maar ook een horizontaal uitschuifbare stempelbalk. Valt jou het niet op, Tim? Drie assen. Is maar wat je wil, hè? Het wordt maar gemaakt. Pootjes achter, pootje voor, doe maar. Dat is toch mooi, hè? Natuurlijk is dat mooi. Heb jij nog wensen? Ik? Ja? Nou, als ik één mag samenstellen, heb ik zat wensen. Serieus? Tuurlijk. Zou je iets speciaals willen? Sowieso een DAF. Ja. Handgeschakeld? Nee. Oh. Een DAF, een CF, geen LF, ja. Een tweelader met kraan. En dan ook met een tik, hè, zeg maar. Ja, ja, geen T-kraan. Maar dan echt kraan. Ja. Echt, zou dat willen? Tuurlijk. Nou, we gaan met Stiet zitten. Ja, dat is goed. Gaan we regelen, Tim. Ja, kan wel. Niet zo moeilijk, hoor. Maar een DAF? Ja, ik vind DAF echt zo fijn rijden. Oké. Okay. Goed. Ik neem het mee. Goed zo. Eén beoordeling. Hij is veel te duur. Dag! Ja, dus het is allemaal, handwerk. Het moet allemaal ingemeten worden op de auto. Kijken hoe je uitkomt. En gaan maken. Hoeveel tons plateau komt hierop? Want ik zie drie assen.
Ja, die komt een 6 tons plateau bij mijn hoofd. Ook 6 ton? Ja. 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 Maar dit wordt wel een serieuze auto. Ja. Drie assen. Hiermee ga je geen wegslepers doen meer in de binnenstad. Dit wordt wel... Klopt. Ja. Deze heb ik een zware lepel. En die lepel die kan eigenlijk... heeft deze lepel 2 draaipunten. 2 draaipunten? Ja. Hier kun je het heel mooi zien vanaf de achterkant. Daar heeft hij een power tilt cilinder, noemen we dat. En dit zijn de hefcilinders. Dus dit zijn eigenlijk de cilinders die je normaal gesproken ook hebt. Ja. Deze cilinders. Ja, ja. Die... Voor het heffen. Ja. En met die power tilt cilinder kan hij dus nog extra kracht geven. Ah. En kan die ook uiteindelijk hoger. Dus de lift kan zo hoog dat hij zelf door het plateau heen gaat. Dat je hem als een soort kraanboom kunt gebruiken. Hoeveel ton is deze? Het is een 8 tons lift. Dus hier zou je een vrachtwagen mee kunnen... Ja. Oké. Okay. Deze kun je omhoog doen en dan kun je het VDZ-set op doen en dan kun je gewoon een vrachtwagen mee wegslepen. Mooi spul. Dus zeg maar een combinatie van beide. Dus hier heb je in alle gevallen wat aan. Niet in alle gevallen, maar wel in heel veel gevallen. Ja, ja precies. Ja. Waarom hebben wij niet zoiets, Pat? Sorry, ik was even niet bij. Nou, dit is een combinatie van lichte en zware berging. Ik weet niet, ik denk dat bij ons gewoon zware berging, licht, licht. We zien het al, we hebben natuurlijk een Mercedes die we wel eens misbruiken door er een vrachtwagen in te hangen. Die van Tom. Ja. Tom. Ik vind het net te licht. Ja? Ja, dat merk je wel. En dat zal je hier ook mee werken. Als je hier een goede trekker in hangt, dan gaat die toch hangen. Maar dan heeft deze nog een kraan ervoor zitten. Een goede zware. Ja, ja dit is wel een serieuze kraan. Het is gewoon wel een combinatie van factoren. En misschien zal dit best wel werken. Maar wij doen natuurlijk heel veel licht ja. en relatief weinig zwaar. Dan is het best zonde als je een hele dure auto rondrijdt. Ja, dat is zeker wel. Ja. Heb je dat wel eens uitgerekend voor schoenen? Die zijn bijna gratis, hè? Als je dat uitrekent per stap, is een schoen die kost echt niks. Ja. Oké, okay, Tim, nou weer serieus. Ja, deze auto is voor Finland. Dat is ook mooi hoor, die kleuren. Ja. Hier zie je dus ook een platoon. In dit geval wordt hij wel hier geassembleerd door de monteur. En deze heeft weer een hele gesloten zijkant. En dus je ziet de RVS-spanborden om de wielen heen en dan ook gelijk weer een schuine achterkast, een afgeschuine kast erachter. Weet je wat ik ook echt mooi vind aan zo'n auto? Die hoge vleugel. Ja, die kan ook nog hydraulisch omhoog. Ja? Ja. Ja, dus het bovenste deel waar de zwaailamp op zit, Daar zie je nog een balk van 10 centimeter om. Dat deel kan in zijn geheel nog... Waar is dat handig voor dan? Omdat, zichtbaarheid. Oh ja. Ja. Dat hebben wij helemaal niet, omdat we dan bij Zwijndrecht niet naar binnen kunnen, toch? Dat. Maar ik vind dat echt veel mooier. Er zijn heel veel viaductjes die je raakt natuurlijk anders. Als je omhoog staat nog. Ja. Omdat jij bent verreed dat ding omlaag te doen. Nou, ik heb altijd bij mijn oude werkgever met een hoog ding gereden. Dat ding wat omhoog en omlaag kan. Dat kan zo, omhoog, ja. Hè? Ja, ja. Ja, zo'n hoge flyer, wat het voordeel dan? Nou, in dit geval kun je bijvoorbeeld de kast in kwijt. Ja, ik vind het echt mooi. Ook heel mooi. Nou, dus wordt het een DAF, CS, met kraan, hoge flyer. Ja. Zet het knip maar. Ja, ga maar goed zitten. Gewoon een weekendje niet met die privéjet voor je opstapt. Ah, ja. Met die brandstof die je dan bespaart. Maar dit plateau komt dus op deze auto en dan... Dat is een aparte opbouw. In Nederland zie je dit, naar mijn weten, eigenlijk nooit. Je ziet ze wel, maar niet zo vaak. Het is meer Scandinavië waar ze heen gaan. Ja, bij... deze opbouw heeft Van der Vliet. Heeft eentje rijden, Volvo F1 met deze opbouw. En je ziet ze wel meer, maar niet zo vaak, dat klopt. Ik heb even een monteur erbij gezocht. Wat is je naam, sorry? Arjan. Tim. Hallo. Waarom is het leuk om bij Falcon te werken? Waarom is het leuk? Het is gewoon uitdagend werk. Hè? Dus elke keer een nieuwe. En je leert heel veel. Ja. Elk land heeft een andere regel. En je bouwt internationaal en dat is gewoon het mooie. En dan zie je het gewoon verschil wat Nederlanders willen, wat Belgen willen en wat die Scandinaviërs willen. Overal zit verschil in. En wat is jouw specialiteit? Ik bouw meer Scandinavië. Okay. Dus auto's naar Scandinavië toe, ik bouw het meer. En dan de volledige auto? Of ben je juist van de hydrauliek of van de elektronica? Volledig bijna. Volledig. Ik werk hier nu al ongeveer 17 jaar. Dan hebben we wel juist de goede uitgekozen, hè? Je bent wel een tijd bezig. Ja. Dan leer je wel heel veel. Ja, dat geloof ik. Er zijn allemaal exclusieve auto's. Niet iedere auto is bijna anders. Ja. Dus, Oké. Dat maakt het uitdagend. Leuk, man. Nou, bedankt. Ja, jullie ook bedankt.
Nee. En wat ik nou het mooiste vind, dat is het contrast. Want we staan nu bij deze auto en die is natuurlijk wat zwaarder. En dan daarnaast staat de IV-kootje. Ja, dat klopt. Die staat normaal niet hier. Nee. Maar die staat normaal aan de andere kant, waar we de lichte bergers bouwen. Oké. Okay. Maar dat klopt. Dat is wel echt het verschil wat je hebt in bergings. Voertuigen. En dat is eigenlijk wat Patrick zegt, welk werk doe je veel, ja. En daar ga je een auto voor kopen. En het klinkt heel mooi van we kopen één auto, kunnen we alles mee doen, maar je moet gewoon kijken. Zo werkt het niet. Nee. Want je zou ook, denk ik, niet alleen van bergers aanvraag krijgen, maar ook van mensen die auto's transporteren, die ja. Daarmee een plateauauto transport doen. Ja, dat heb je wel, maar er zijn ook bedrijven die echt puur gericht zijn op autotransport. Ja. Wij zijn echt gericht op bergingsauto's en we bouwen af en toe voor het autotransport ook eigenlijk een bergingsauto voor de autotransport. Ja. Maar je hebt ook echt autotransporters en die zijn gewoon helemaal gericht op de autotransport en die zijn helemaal daarop ontwikkeld. Ja. En dan, veel lichter, ja. Veel meer mee. Ja. Ja. Nee, maar vrij zwaar al. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld een sloperij hebt, dan is eigenlijk een bergingsvoertuig perfect. Ja. Omdat dan kun je ze makkelijk je bank optrekken en weer ja, dat gebeurt wel. Ja, autosloperijen die komen ook gewoon bij ons. Ja, ja. Ja klopt. Dan gaan we naar de volgende afdeling. Nog een hele leuke. Dat is echt groot. Oh, zo. En hier, dit is eigenlijk de lastafdeling noemen we het nog steeds. En hier word ik vooral gelast. Ja. In het verleden maakten wij zelf nog lasten we hier ook de plateaus en de kasten en alles deden we hier in elkaar zetten. Nou, dat is nu niet meer mogelijk door de groei die we gemaakt hebben. Dus dat doen we nu allemaal uitbesteden. In deze hal doen we nu de zijafscherming maken. Wat je net al zag bij die auto, die aluminium zijskirts, die fietsenvangers, hoe je het ook noemen wil. We hebben hier de materialen daarvoor liggen. Ja. We hebben hier een paar werkplekken ervoor. En dan kan een lasser of de monteur zelf, vaak ook een monteur zelf, die gewoon kan lassen. Die maakt ze. En hier zie je bijvoorbeeld het resultaat. Maar dit doen jullie zelf snijden? Ja. Dan heb je wel echt goede monteurs. Want ik kon dat echt niet met de slijptol. Om heel netjes bijvoorbeeld zo'n gaatje eruit. Of zo'n hoekie. Eigenlijk hebben ze hier alle kwaliteiten gewoon. Hè? Elektromonteur. Hier, ja, ja. IJzerwerker, moet er ook niet aan denken. Lasser. Of plaatwerker is dat soort. Plaatwerker. Klinkt wel heel oud. Mooi hoor. Ja, zeker. Dus we gaan daar even naar de tekentafel gaan voor mijn nieuwe auto. Portemonnee vergeten. Tjoh. Man. Hier doen we dus vooral de chassisversteviging aanbrengen. En als je een kraan krijgt op de auto. Ja. En in deze ruimte doen we vaak ook nog wel reparaties. Er zat nu ook een auto binnen. Die krijgt een andere kraan. Dit is dat hulpchassis waar je het net over had. Ja, klopt. Dus ja, dit is het originele chassis. Ik weet niet of je dat in beeld hebt. Ik denk het wel. Dit is het originele chassis en daarbovenop als versteviging komt dit hulpchassis. En dit wordt helemaal zelf gemaakt ook. Ja, ja dat is eigenlijk beginnen we hier net zoals bij die wrekkers ook weer met een kaal chassis. Die wordt ingekort, dan worden weer schetsplaten gemonteerd, chassisplaten. Ja. Dan worden er kokers gezaagd. Nou, die liggen hier gewoon in het rek, dus die zagen gewoon op maat. Die worden gehecht, afgelast, allemaal naast de auto. Dan wordt het frame, de onderkant wordt een paar keer goed geschilderd, kun je hier ook zien. Ja. Dan gaat hij op de auto, wordt hij aan de chassisplaten vastgelast. Nou, die is hier nog niet helemaal klaar mee. En uiteindelijk als hij klaar is, gaat hij naar de spuiter die hem nog een keer goed helemaal behandeld. De ketels worden dan ook weer teruggeplaatst. Dit is een auto die alleen een hulpframe krijgt. En nou, deze auto die hier staat, die krijgt ook een kraan. Ja. Die is tegen het lassen goed beschermd. Ja. Tenminste, ik neem aan dat daar al die doeken voor zijn. Ja, ja lassen, slijpen, dat de velgen netjes beschermd blijven. Ja. En de cabine ook uiteraard. Dus, maar als zo'n auto binnenkomt, dan moet gewoon heel veel vanaf. Van het chassis. Alles legt er gewoon onder. Alle ketels. En... Ja, uitlaat, AdBlue, brandstoftank. Al dat soort zaken, die moeten allemaal gedemonteerd worden. Om die chassisplaten te kunnen monteren. En hier komt zometeen de kraan op. En die wordt aan deze blokken weer gemonteerd, hè, met draadeinde. Dus dan zit hij goed vast en daarna wordt hij ook weer aangesloten. Bizar, hè? Ik vind het altijd, dat is natuurlijk alles wordt gelast, maar ik vind het altijd bizar dat zo'n last dan zoveel kan dragen. Ja. Wel een aantal lassen, maar er komt een partij kracht op te staan, dat is niet normaal. Ja. En dat is wat hier komt er ook nog
een lier in het keepframe. Straks komt hier dan weer het keepframe even op. Ja. Hier komt ook weer een lier, daarom zijn hier weer uitsparingen gemaakt. Maar er komt best wel heel veel bij kijken, ja. Dus een lasser bij ons is ook niet alleen aan het lassen, het is ook heel veel aan het sleutelen. Ja, om het klaar te maken, ja. Om te kunnen lassen. Ja. Ja. Bizar, hè? Kom echt veel bekijken. Hier zat een auto, die is gewoon een rijdende auto. Heb volgens mij al 5 ton op de teller. Die is met de kraan tegen het viaduct aangekomen. Nou, daar wordt hij niet beter van. Dus de kraan die heeft dat ook niet overleefd. De klant die heeft ons gebeld. Kunnen jullie snel aan een nieuwe kraan komen, zodat ik gewoon weer verder kan? Want ja, ik heb die auto eigenlijk nodig, ik kan hem niet missen. Mm-hmm. En we hebben snel voor hem een nieuwe kraan kunnen regelen. En daarom staat hij nu hier. Hij heeft hem gisteren met tweede kerstdag heeft hij hem neergezet. Nou ja, nu zijn we ermee aan de slag om met die klant te gisteren sneller... neergezet? Ja. Maar dit is een merk waar jullie dus leverancier van zijn? Ja, onder andere. Dealer, ja. 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 We leveren al meer merken, maar MKG is ook zeker een merk waar we heel veel kranen van leveren, ja. Staat goed bekend. Dus dan kunnen we de klant weer snel op weg helpen, ja. Dat is uiteindelijk het doel. Wat ik dan nog wel het meest bijzondere vind eigenlijk, is dat tussen al dat werk, dat je gewoon voor een goede klant tijd kan maken, dat als hij hem gisteren neerzet, dat nu, het is één dag later, halverwege de middag, dat de kraan erop staat. Ja. Dat is dan wel echt service. Ja, ja goed, dat is... Dat is ook gewoon belangrijk. Wij willen onze klanten gewoon goed van dienst kunnen zijn. En dat is met het opbouwen van nieuwe voertuigen natuurlijk. Maar dat is ook zeker met het verlenen van service. Ja. Want ja, dat is bij jullie natuurlijk ook precies hetzelfde. Die auto's moeten rijden. Er is werk voor. Er zijn mensen voor. Ja. En dat voor deze klant geldt dat ook. Dus die proberen zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Met een kraan is het vaak ook nog zo. Dat je moet voor een bepaalde locatie ook een kraanvoertuig hebben. Mm. Dus ja, als dan een kraan ermee ophoudt. Ja, dan sta je gelijk gewonnen natuurlijk. Ja. Dan kan je officieel niks. Nee, of je nu wel of geen werk ervoor hebt, maar je moet een kraanvoertuig hebben staan. Ja. Dus, ja. Eisen van Rijkswaterstaat. Wat zal die baas blij zijn geweest met die chauffeur? Ik heb het hem niet gevraagd. Nee. Misschien kan je een stickertje bijleveren met de hoogte van het voertuig. Ja. Handen in mijn zak. Niet omdat ik lui ben, maar ik heb koude handen. Jij bent sowieso nogal snel... Wat zijn we hier dichtbij? Hier is buiten het terrein, hier liggen alle grote onderdelen. Alles heeft een behandeling gehad, dus het kan allemaal wel tegen naar buiten regen. En wat je daar in de hoek, kunnen we wel eventjes heen lopen. Nee, je hebt het toch niet koud? Kijk, ik zie er hier bijvoorbeeld eentje voor een drielader. Ja. Meer ruimte voor de spindels. Ja, klopt. Dit is onze testlocatie. Ja. Er zit daar een oog in de grond. En er zitten onder dat oog drie betonmixers vol met beton. Ja. Of nog meer. En een haaipaal geloof ik. Dus ja, die zit goed vast. Normaal gesproken stellen wij hier de voertuigen op die klaar zijn. En dan kunnen we ze hier testen. Ja, dus zitten de loodcellen tussen, de klok ertussen. Dan kunnen we zien of de lieren voldoen. Of de lepel sterk genoeg is. Iets verderop kun je nou hiervan niet zo goed zien. Achter die aanhanger zit een goot. Ja. Kun je stempelpoten van de zware vrekkers inzetten. Dus het is eigenlijk voor ons een ideale locatie om elke auto, en dat gebeurt ook bij elke auto die we bouwen, om helemaal te testen, alle functies te testen, zodat als die hier weggaat, dat we zeker weten dat alles voldoet. En niet dat als die klant de auto heeft, dat hij zegt van nee, maar hij tilt te weinig, ja. Want dan hebben we het hier al getest. Dan kan je gewoon laten zien van, ja. Joh, het klopt. Dus we hebben hier in de container wat... Til even op. Oh ja. Wat hulpmiddelen ervoor. Dus wat stroppen, wat weeringen, weegplaten, wat... Serieuze spullen. 10 tons bandjes. Dat kan je zoveel hebben, joh. Ja, ja. Bizar. Dus we hebben er vorig jaar met 40 ton aangetrokken en de straat kwam niet omhoog. Dus het kan wel wat hebben. Bizar. Ja. En elk jaar komen hier ook de twee zware vrekkers van jullie komen hier ook altijd voor de TÜV-keuring. Ja, klopt. Dus die doen we hier altijd keuren. Ja, ze houden bij Falcon. Dus, ja. Want die kunnen niet gewoon bij ons op locatie worden gekeurd dan? Wij hebben niks waar we aan kunnen trekken. Nee. En om nou drie kiepers achter elkaar te trekken om die 2x24 ton te testen. Wat weegt dat vliegtuig voor jou, Jan? Die privéjet? Kunnen we daar niet aan trekken? Precies, dat is waar. Wil je een keer meevliegen, kan, hè? Even. Ja, maar gauw naar binnen, want Tim krijgt het weer koud. Ik zie het al. Ja. De bergen. Ja. Ja, mijn kachelventilator is kapot, hè. Ik zit helemaal af te sterven in die auto. Af te sterven. Hier hebben we een stukje opslag van wat grote
dingen die niet buiten kunnen liggen, lieren, cilinders, lierkabels, dat soort dingen. Daar leveren jullie vast ook heel veel van, lierkabels. Ja. Ik heb nog nooit, nou, nog nooit is overdreven, maar bijna niemand kan zijn lier normaal oprollen. Nou ja, dat weet ik niet. Nou, ik weet niet, heb je wel eens gekeken bij voertuigen die voor service binnenkomen, hoe de lier eruit ziet? Ja, dat klopt. Het gebeurt vaak dat het, Nou, hier bouwen we voornamelijk de lichte bergingsvoertuigen. Er staan nu ook een paar 5-6 tons plateau binnen. Maar voornamelijk wat lichte. Wat heb jij als categorie licht? En, We hebben de lichte plateauvoertuigen zijn 3 en 4 ton. Ja. Dat zijn aluminium plateaus. Over het algemeen, kan ook staal, maar vaak zijn die aluminium. Ja. Voor de wrekkers is licht tot en met 6 ton. Okay. 3 en 6 tons. Het is een 3 tonnetje die hier staat. 3 tons wrekkers. Ja, wij hebben ook zoiets, toch? Die Iveco in Den Haag. Ja, hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde systeem. Dit is alleen een 5 tons CG. En jullie hebben een 7 ton CG. Oké. Ja, iets zwaardere uitvoering. Dus maar mag je dit een wrekker noemen ook? Ik ben een keer gecorrigeerd, want dat is geen wrekker. Dat is een lepelauto. Het gaat erom die installatie. Ja. Je mag het ook een lepelauto noemen. Ja. Ja, mag ook. Maakt mij allemaal niet uit. Nee. Je mag het ook takelwagen noemen. Je mag het ook takelwagen noemen, ja. Ja. Bergingsvoertuigen. En eigenlijk gebeurt hier hetzelfde in het klein als wat we net hebben gezien. Dus, en het is... Dezelfde vaardigheden heb je ervoor nodig om zo'n auto te kunnen bouwen. Ja. Want die zit ook gewoon hydrauliek op, die zit ook gewoon wat laswerk in, die zit ook gewoon montagewerk in, elektra. Het is allemaal wat kleiner. Maar uiteindelijk komt het ook heel veel wel op hetzelfde neer. Als je nou hier komt solliciteren, mag je nou eerst hier aanwerken en daarna aan de grote wrekkers? Werkt dat een beetje zo? Of? Dat werkt niet per se zo, maar het kan wel. Het kan wel een traject zijn inderdaad. Ja. Sommige mensen die stappen gelijk op een ander, op een ander niveau in. En sommige die... Als je als stagiair binnenkomt, moet je eerst hier niet. Nou, dat hoeft niet per se. Nee? Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld wel bij de grote wreks begint, maar een soort assistent bent. Ja. En dat je daar elke keer de terugkerende zaken gaat doen, bijvoorbeeld deuren assembleren of dat soort dingen. Ja. Dat is vaak makkelijker als dat je hier zo'n auto gaat bouwen. Want het zijn misschien wel kleinere auto's, maar dat wil niet zeggen dat het simpele auto's zijn om te bouwen. Nee, zeker niet. Dus het is niet zo dat dit onderaan de ladder is en dat bovenaan de ladder is. Ja, dat zou ik dat wel zien. Zou je dat niet zo zien? Ja, daarom ook de vraag. Ja. Jij zou bij een heftruck beginnen en dan daar eindigen, denk ik. Ja. Zo begint dat. Zoiets. Ja. Hebben we ook. Heftruck lepels. Ons voertuig komt hier te staan, toch? Nee, die komt denk ik aan de andere kant staan. Nou, ja, want hier was 3 en 4 ton, want dat waren de lichte auto's. Je moet wel opletten, hè? Ook 5 en 6, maar ik denk dat die van jullie aan de andere kant komt staan, of hier. Maar, goed. Dus, en daar zie je dus het kastje die hier uiteindelijk op komt. Grappig, hè? Dan net sta je bij een kast waar je zelf in kan staan, en hier, omdat het veel kleiner is. Wel grappig. Ja. Maar uiteindelijk, wat ik zeg, de handelingen zijn allemaal eigenlijk hetzelfde. Kijk, die heeft misschien 40 lampjes en deze heeft er misschien 4. Maar uiteindelijk, je moet nog steeds een lampje aansluiten. Ja, ja. Dus heel veel dingen zijn toch wel hetzelfde, alleen het is allemaal wat minder, wat kleiner. Hier kun je gelijk een voorbeeld zien van de tekeningen die de monteurs erbij krijgen. Dus de tekeningen zoals die uiteindelijk wordt, heeft de monteur ook. Ja. Er staan... belangrijke maat in, soms wat opbouwinstructies. Oh ja. De hele auto gewoon helemaal uitgetekend met wat... Die tekeningen... Lego. Lego, ja. Die tekeningen sturen ook altijd naar de klant van tevoren, zodat de klant ook weet wat hij kan verwachten. Dus een soort goedkeuring voordat je echt gaat bouwen. Ja. Zometeen krijgt Patrick ook weer een stuk of 20 tekeningen met allerlei verschillende aanzichten, alle belangrijke maten erop. En dan kan hij naar kijken en zegt hij, ik vind hem mooi zo. Of hij zegt van, doet er nog maar een kistje bij of af, of een lampje erbij of eraf. Dus bij Patrick sowieso nooit in één keer goed, dat weet ik nou al. Het gaat steeds beter. Ja. En hier zie je de Iveco's. De Iveco's. Voor mij is Iveco de enige waar je dat op kan bouwen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit van Mercedes of zo gezien. Nou, kan ook hoor. Jawel? Ja. Oh. Mercedes daartegen ook kan ook. Je hebt gewoon een 8 ton CG. Ja. Maar het lichtste CG van Mercedes. Dus dat gebeurt ook wel, maar niet zo vaak. Meestal is het Iveco. En dat is voor ons ook prima. Wij hebben helemaal niet, hè, zo'n kleine auto's. Jawel. Ja. Jullie hebben de MN'tje in Den Haag. Ja.
Daarvoor is het ook wel ideaal. Omdat... Ja, maar dan merk ik wel, deze wel maar één cilindertje, nou deze dan niet toevallig, maar dat met een lepeltje met één cilindertje is vrij kritisch voor ons. Ja? Ja, dat is eigenlijk te licht. Oké. Maar het is lekker small. Ja, het is voor in de stad helemaal perfect. Ja, ja, ook in de stad rijden bestelbus. Ja, en dan moet toch mee. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Dus nee, liever niet, maar het is wel een mooi uitkomst. Ja, om erbij te hebben is het heel handig. Ja, maar dan moet de chauffeur wel op tijd zeggen van doe maar een zwaardere, want dit wordt een top. Ja. Maar dat gebeurt dus niet. Dus, eigenlijk wat, je in, wat we in deze afdeling doen, dit is een soort prefab, net hoe je het noemen wil. Ja. Voorbereidingsafdeling. Hier doen we dus heel veel voorbereidend werk of ondersteunend werk voor andere monteurs. Dus wat ik aan het begin al zei, je hebt mensen die echt hun eigen specialiteit hebben. Nou, bijvoorbeeld de plateaubouwers, die bouwen gewoon altijd de dekken. Dus we hebben hier drie plaatsen waar de dekken of de plateaus opgebouwd worden. Dus gaat de lier, de spindels erin, de lampjes erop. Dus als die hier klaar is, dan gaat hij naar de monteur toe met de auto, hè, op die karren. Ja. En dan pakt ze met de bovenloopkraan en dan schuiven ze op, sluiten ze hem aan. Hè, dus dat je niet altijd overal die plateaus hebt staan, maar dat het hier gebeurt. En wat je hier hebt, zijn de chassisvoorbereidingen. Wat we bij de 5 en 6 ton chassis, bij de 5 en 6 tons plateaus, hè, waar eigenlijk de grootste aantallen van gaan, die doen we vaak voorbereiden. Dat doen ze hier. En eigenlijk wat de monteur op deze afdeling doet, die doet korte chassis in. Die verhangt wat componenten aan het chassis. En die gaat al het staalwerk monteren. Dus eigenlijk de ruwbouw. Ja. Dus je doet geen hydrauliek en elektra, maar die doet kisten monteren, die doet keepframe erop. Alle stalen componenten. Dan is die hier zover klaar. En aan de andere kant gaat dan de monteur, doet dan de hydrauliek en de elektra. Ja, precies, dus de mechanische gedeelte wordt hier gedaan. Ja. En er zijn ook monteurs die dus van A tot Z helemaal zelf zo'n auto bouwen, dat kan ook. Ja. Maar er zijn dus ook monteurs die dus een bepaald stuk doen. En dat is niet een stuk van 5 uurtjes, dat is gewoon iets van 1,5 week ongeveer. Ja. En dan gaat hij naar een andere monteur en doet dan de rest. Want dit is een hele random vraag tussendoor, maar hoeveel auto's leveren jullie ongeveer per jaar af? Rond 200. Rond 200? Ja. Ja. Dus, dat is echt veel. Ja, dat zijn er veel, ja. 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 Maar zit je nu ook zeg maar veel in het werk omdat heel veel mensen moeten gaan vernieuwen met die milieueisen? Ja, dat heb je nu heel erg inderdaad. En maar ook, je wordt ook steeds bekender. Ja. Je krijgt steeds meer klanten erbij. En wat je ziet is dat de kleine takelbedrijfjes die worden steeds meer opgekocht of houden mee op. En je hebt grote takelbedrijven die worden alleen maar groter eigenlijk. Ja. En die zijn vaak juist investeren op tijd. Die zeggen, nou ja, na 6 jaar moet de auto eruit. Of na zoveel kilometer moet de auto eruit. Nieuwe auto erin. Dus dat is ook een ontwikkeling wat je ziet gebeuren. En daardoor hebben wij een hoop werk. Alleen maar goed. Alleen maar goed, ja, absoluut. Ja. Eigenlijk zoals de auto hier staat, komt hij dus bij ons binnen. Hier is er wel iets aan gedaan. Hè. Je ziet daar al wat leidingen los. Hij is al ingekort. En zoals deze auto staat, de rode Volvo, zo is hij op deze afdeling klaar. Oké, dus zo komt hij zeg maar vanuit dit is de Mercedes, vanuit de Mercedes-fabriek. Ja, ongeveer. En zo gaat hij deze loods weer uit. Ja. Dus hier is al het ruwe werk, zoals je net beschreven, is hier gedaan. Ja, dus heel veel boorwerk, montagewerk, heel veel puzzelen om te kijken van waar kunnen we alles kwijt. Dat gebeurt allemaal hier. Dus het is best wel vaak een hoop passen en meten om alles kwijt te raken. Want er moet vaak best wel veel op zo'n chassis. Mm-hmm. En dus die puzzel wordt hier gelegd. En dan gaat hij naar een andere afdeling en die doet hem dan hydraulisch en elektrisch afmaken. En uiteindelijk het spuitwerk erop en het plateau erop. En wat ik net ook al zei, er zijn dus ook monteurs die dus van A tot Z alles zelf doen. Ja. Maar er zijn ook heel veel auto's die gaan dus via deze twee stations. Via twee stappen eigenlijk. We hebben nog een leerling erbij getrokken. Hallo, net hier. Hallo, Tim. Jij bent als leerling hier, althans je zit nog op school. Ja. Wat voor opleiding doe je? Ik doe mechatronica opleiding. Ja. Dat is in Nieuwegein. En daar ben in Nieuwegein? Ja. Zo. Dan ben ik 1 dag in de week ja. En dan de andere 4 dagen ben ik hier lekker aan het werk. Oké, en hier krijg je ook nog allemaal... Hier krijg ik eigenlijk al mijn praktijk dingen die ik moet weten. Dus ja, simpel gezegd hoe je een boutje moetje vast moet zetten. Ja. En op school leer ik echt al het theoretische manieren. Dus krachten berekenen, van bouten tot en met systemen die heel ver uithangen, zeg maar.
allerlei dat soort dingen. Oké, en wat vind je, dan, hoe lang doe je dit nu? Dit is nou mijn tweede jaar dat ik hier ben. Okay. Wat vind je tot nu toe het leukst? Oeh, dat is een hele goede vraag. Het leukste is eigenlijk wel het zien groeien van je auto. Dus je krijgt een echt kaal sushi binnen. Ja. En dan ben je langzaamaan en zeker aan het opbouwen naar wat je aan het maken bent. En dat is toch wel het mooiste om te zien. In die twee jaar, wat is jouw specialiteit geworden? Ben jij goed in het hydraulische deel? Ben je juist goed in bijvoorbeeld de kasten of het chassis? Nou, dat is niet echt iets waar ik heel goed in ben of zo. Natuurlijk, je bent overal goed in natuurlijk. Niet zo negatief. Ja, nee, maar... Je bent allround gewoon? Ja, gewoon allround inderdaad. Oké. Okay. Het is allemaal wel leuk en het is allemaal wel goed, makkelijk te doen. Heb je nog tips voor iemand die hier wil komen werken? Neem alles vooral op de tijd. Als je heel langzaam werkt en eerst een paar uur meer neemt om iets te leren, dan snap je het veel sneller dan dat je gehaast. Ja. Snel ergens mee bezig bent en dan... Als je ook een foutje ergens in maakt, maakt het niet uit. Doe het gewoon nog een keer opnieuw. Daarvoor leer je juist van. Kwaliteit boven kwantiteit. Precies, precies. Ja, mooi man. Wordt bij mij ook altijd gezegd. Doe het nou, neem nou van een uur langer de tijd voor. Dan snap je het tenminste. Dan had je binnen 10 minuten klaar. Dat is wel een goede manier van leren inderdaad. Precies. Oké. Okay. Nou, bedankt man. Geen probleem. Wat je hier eigenlijk ziet in deze ruimte, hier zitten we vaak met klanten om te laten zien wat er allemaal de mogelijkheden zijn. Kijk, eigenlijk is de werkplaats is onze showroom, want daar staan de auto's en daar lopen de klanten ook het liefst om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Hier kunnen we op een relatief kleine ruimte kunnen we toch heel veel dingen laten zien. Gewoon verschillende varianten van bijvoorbeeld werklampen, welke varianten heb je? Nou ja, we hebben een hele grote, een vierkant, we hebben een platte bijvoorbeeld. Flitsers, welke varianten hebben we daarin? Kastverlichting. De sirene bijvoorbeeld, dat is degene die je net gehoord hebt. Ja. Onze verlichtingsmodule, wat voor type handzender wil je? Er zitten ook verschillende mogelijkheden. Ja. Dus hier kunnen we dingen laten zien en hier kunnen we ook, kunnen we ook gewoon gelijk laten zien hoe het werkt. Ja, dat is mooi hè dit. Oh, overal gaan ze ook af hè. Ja, dus... Op die, tenminste ik. Vind je veel mensen mooi. Ja. Ja? Ja? Nee, ik vind LED mooier. Sorry. Dus hier kunnen we laten zien, verlichting. Elektra, dit krijg ik ook steeds meer. Of we aansluitingen kunnen maken voor bijvoorbeeld 12 volt USB aansluitingen. Daarnaast de omvormertje. Ja, omvormen erin. Maar ik zie hier ook een afstandsbediening van een kraan met het logo van Falcom erop. Maar Falcom heeft geen eigen kraan. Jawel. Wel? De bergingskraan, dat weet hem. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dus daar kun je, komt deze op, maar dit kan ook gewoon op een wrekker. Deze is voor een wrekker. En wel heel veel bedieningen ook. Net zoveel als normaal. Ja. Ja, alleen het is een buikorgel noemen we dit type. En dit is eigenlijk bedoeld als je een proportioneel ventielenblok hebt. Dan kun je dus op je afstandsbediening kun je dus eigenlijk ook gedoseerd kun je de boel aansturen. Ideaal. Ik heb het daar in de video met Tom wel eens over gehad. Dat daar ook heb je de handbediening. Dat je die inderdaad geproportioneerd kan bedienen. Maar met de knoppen op een afstandsbediening, kan dat niet. Dus of vol of uit. Ja, zwart-wit noemen we het eigenlijk. Ja, ja dat is dan veel mooier. Alles of niks. En dit is een buikorgel, dus die kun je voor je buik doen. Ja, ik ken deze vanuit het kranen. Ja. Daar hebben ze dat ook altijd. Ja. Oh, wat je hier ziet is eigenlijk heel veel hulpstukken voor de berging. En dan met name de zware berging. Hier zie je het VDZ-set in beeld. Dus alle pennen voor de verschillende merken. Nou, dat heb je met je collega wel bekeken, denk ik. Dit hebben we allemaal helemaal laten zien. Ja. En kijk, wat je met de lichtenberging natuurlijk nodig hebt, moet je even draaien, is eigenlijk, als je hier 4 van hebt, ben je altijd gered. Ja. 4 en je lier en dan, Ja. Ja, misschien een tweesprong. We hebben nog even een mooie plek uitgekozen voor een paar vragen die ik nog heb, zeg maar, om het af te sluiten. En de allereerste vraag, want ik denk dat veel mensen daar nieuwsgierig naar zijn, wat kost een taco-auto? Vanaf en tot? Ja, dat is een goede vraag. Vanaf en tot. Je hebt natuurlijk heel veel variatie in de taco-wagens die we bouwen. Dus dat gaat van een hele kleine tot de meest gecompliceerde taco-wagen die we bouwen. Je moet een beetje denken tussen de 30.000 euro misschien voor de kleinste opbouw. En het echt over de opbouw. Daar heb ik excessief niet meegeteld. De vrachtwagen zelf. Auto. Zonder auto inderdaad. En de meest gecompliceerde, dan zit je wel 500.000. Ja, bizar, hè? Ja. Niet normaal. Maar als je het goed doet, hou je dat er ook weer uit natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel. Bedoeling. Ja. Vraag nummer 2.
Als ik hier wil komen werken, wat heb ik dan nog diploma's nodig, certificaten? Wat heb ik allemaal nodig om hier aan de slag te kunnen? Nou, certificaten en diploma's zijn natuurlijk heel mooi, maar het is niet per se een vereiste om hier aan de slag te kunnen. Nee. Belangrijkste is gewoon dat je wil werken, daar begint het mee. Uiteraard. Technisch inzicht, natuurlijk super belangrijk. Een beetje boerenverstand, ook wel eens makkelijk. Ja. Dat zijn eigenlijk, dat is vooral heel belangrijk, affiniteit hebben met techniek en met de voertuigbouw, machinebouw, wat je hier doet. Qua papieren is het dus niet per se een vereiste, maar goed, als je vraagt van joh, wat voor opleiding moet ik doen bijvoorbeeld om uiteindelijk bij een bedrijf als Falcom te komen werken. Nou, denk dan een beetje aan werktuigbouwkunde, megatronica, een beetje de technische opleiding richting de machinebouw. Ja. Of carrosseriebouw, daar heb je ook verschillende opleidingen in. Ja. Verder heb je nog verschillende certificaten die je kunt doen, deelcertificaat of bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik wil me specificeren op het lassen bijvoorbeeld. Nou, dan bieden we ook aan om aan onze werknemers om bijvoorbeeld de lascursus te gaan volgen. Dus in principe als ik nou helemaal blanco binnenkom, maar ik heb er echt heel veel zin in, dan ja. Kan dat allemaal. Dan de certificaten en alles worden gewoon... Ja, kijk, het ligt er ook een beetje aan iemand die nog bijvoorbeeld naar school moet gaan, die nog leerplichtig is. Nou, die gaan we dan kijken van welke opleiding past er bij jou. Ja. En iemand die niet meer leerplichtig is, die al een carrière heeft achter de rug, heeft, die zegt van oké, okay, ik wil toch bij Falcom gaan werken. Dan kijken we ook natuurlijk wel naar de achtergrond, naar de ervaring en dat soort dingen. Maar er zijn niet per se diploma's en vereisten in. En we doen ook gewoon intern heel veel mensen opleiden. Ja, want je leert toch door te doen. Ja. En er is geen vaste opleiding voor taco-auto's te maken. Nee, okay. Klopt. De allerlaatste vraag. Waarom, als ik een nieuwe auto ga bestellen, kies ik voor Falcom? Dat is een goede vraag. Er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom je voor Falcom zou kiezen. Nou, sowieso, Falcom is als bedrijf in Nederland sowieso de grootste taakwagenbouwer. En ook in Europa doen we leuk mee. Mm-hmm. En wij zijn bekend eigenlijk om drie kernwaarden waar we voor staan. Dat is kwaliteit, dat is betrokkenheid en klantgerichtheid. Nou, kwaliteit spreekt voor zich, je hebt het hier al een beetje kunnen zien. Wij vinden de kwaliteit heel belangrijk, daar willen we geen concessies aan doen. Nee. Betrokkenheid is betrokkenheid richting de klant. Mee te denken met de klant, betrokken zijn met de klant. Maar ook betrokkenheid binnen het bedrijf, tussen de werknemers en de werkgever. Ja. Is ook heel belangrijk. En de klantgerichtheid. Dus wij luisteren heel erg naar wat de klant wil. En wat die wil, nou, dat maken wij. Ja. Mits het natuurlijk een beetje haalbaar is. Ja, we ja. geven veel advies en we willen heel klantgericht te werk gaan. We bouwen ook wel eens een kleine serie. Maar we zijn vooral echt gericht op... om goed naar de klant te luisteren, wat heeft die klant nodig en daar gaan we de klant bedienen en naar de wensen van. Wat we net natuurlijk hebben gezien, de variatie in auto's op elke klant specifiek iets gebouwd. Ja, ja. Okay. Klopt. Ja. Daarom moet je dus voor Falcom kiezen. Ik ben heel blij met de rondleiding. Dankjewel. Ja, bedankt voor lang. Jullie ook bedankt. En, ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Als ik van Patrick mijn nieuwe auto aan mag kiezen, dan zie ik je weer terug. Ja, heel goed. Dat was weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het interessant en leuk vonden. Pat, zullen we naar huis gaan? Pat! Oh, sorry. Ik was even bezig. Tot ziens, heren. Dag!